Nou, mijn naam is Marjan Lindebank van Painting Mixed Media. En vandaag wil ik het hebben over kleur en kleurwaardes in je werk. Ik heb hier een schilderij van eigen werk mee. En hierin ga ik je straks laten zien de kleurwaardes, hoe je dat kan controleren. Nou, kleurwaarde betekent dat je een donkere toon, een middentoon en een lichte toon, een lichte waarde, kleurwaarde kan je het noemen. Nou, bij dit schilderij kan je wel goed zien natuurlijk dat dit de donkere tonen zijn en hier de lichte tonen. En eigenlijk moet je, en hier dan zeg maar de middentonen, hier zo. En je moet in je werk eigenlijk al die drie waardes erin hebben. Dus een donkere waarde, een middenwaarde en een lichte waarde. En hoe kan je dat nou mooi controleren? Door een foto te maken van je werk en hem dan op zwart-wit te zetten. Want doordat je hem op zwart-wit zet, kan je heel goed zien of je al die drie waardes in je werk hebt zitten. En ik ga het je laten zien. Dat was mijn tip voor vandaag. Ik wil je ook nog uitnodigen voor mijn webinar 27 oktober. Als je nog niet ingeschreven hebt, zou ik dat zeker doen. Het is absoluut de moeite waard. En ik ga je daar een oefening laten zien. Hoe je tot inspiratie kunt komen. En hoe je op een dieper niveau. Op een ander niveau dan het zoeken op Pinterest of YouTube naar ideeën. Gaan we het nu op een andere manier doen. En ik neem je mee hoe ik... Hoe ik dat doe in de coaching, in het nieuwe coachingprogramma. Dus ik hoop dat je erbij bent en dan zie ik je weer snel in de volgende video. Tot dan!